Volgens Valéry. De dieren des velds, de aardige kruiden die er zo al groeien, zij waren Virgilius niet onbekend. Petrarca klom zelfs op een berg en schreef een treffende brief over het uitzicht van de ziel. Maar hoe zal ik schrijven? Ik kan geen kattenstaart van een grasvink onderscheiden. Ik, een koperen monnik anno 1929, op de bak van een fontein. Een prentbriefkaarten verkopen die de reproductietechniek begrijpt. Een Degas op kunstvoeten.